Als je kijkt naar de plafond, ja, zie je dat het schimmel trekt gewoon door de daken heen. Maar dat is nog hartstikke ongezond ook. Ja, heel erg ongezond. We zijn ook altijd verkouden, chronisch volgens mij nu. Stel, het leven lacht je toe en je hebt alles wat voor jou belangrijk is. En in één klap ben je alles kwijt. Je huis, je werk, je relatie en heb je helemaal niks meer. Dat overkwam de 34-jarige Chantal. Samen met haar 3-jarige zoontje verloor ze alles. En tot op de dag van vandaag heeft ze nog steeds geen woning waar ze voor haarzelf en haar zoontje een veilig thuis heeft. Door tekort aan woningen en de vele regeltjes waar ze tegenaan loopt, woont ze momenteel noodgedwongen in een containerwoning. Hoe vond jij het toen je dit kreeg? Ah, ik heb nog nooit zo hard gehuild. Ja. Nee, dit is heel deprimerend dat dit je enige optie is. Dat dit eigenlijk het enige is wat je kind kan bieden. Dit is het. Dit is het. Ja, het is niet veel. Ik kan me voorstellen, de winter komt eraan. Ja. Je hebt hier al een winter meegemaakt. Ja. Hoe was dat? Het lijkt me heel hartstikke koud. Ja, heel koud, heel klam, heel vochtig. Als je naar de bank loopt, nou, dan hoef je niet eens je neus erbij te halen. Dan ruiken de schimmel er al vanaf komen. Als je kijkt naar de plafond, ja, zie je dat het schimmel trekt gewoon door de daken heen. Maar dat is nog hartstikke ongezond ook. Ja, heel erg ongezond. We zijn ook altijd verkouden, chronisch volgens mij nu. We lopen hier eigenlijk op een soort bouwterrein, hè? Ja, klopt. En dit is de plek waar jij woont. En het is natuurlijk allesbehalve veilig voor een kindje van 3 jaar oud. Hoe ervaar jij dat? Ja, als een uitdaging. Mijn zoon is 3 jaar, dus die gaat alle kanten op. Wat eigenlijk niet kan. Er liggen overal glas, er liggen overal spijkers. Nou, je ziet het al, dit is super glad. Ze rennen overal en dan vallen ze en dan legt die hele huid open. Ja. In 2020 is het allemaal de verkeerde kant op gegaan. Hè? Wat is er gebeurd? Toen ik hoogzwanger was, toen kwamen we in de lockdown terecht. En toen raakten wij ook ons inkomen kwijt. Toen stond ik er alleen voor. Je hebt je laten omscholen. Je laat echt zien dat je heel erg graag wil. Je werkt gewoon. Je doet eigenlijk alles wat nodig is om een woning te kunnen krijgen. Maar toch lukt het nog steeds niet. Nog steeds niet. Ja, je blijft constant met je rug tegen de muur gezet. Ja, laatste optie, wat kan je doen? Je kan zelf je kind bij een pleeggezin onderbrengen om vervolgens zelf het traject in te gaan via het leger des Heils. Maar dat is echt bizar. Ja, bizar. Dat was geen optie. Nou, zullen er misschien ook heel veel mensen zijn die zeggen van ja, je hebt in ieder geval een dak boven je hoofd. Oh ja, absoluut. Maar absoluut. Maar ja, ideaal is het niet. Ondanks dat de problemen zijn niet weg, die zijn opgeschoven. Ja. Wij moeten straks die ook weg. En dan blijven de problemen nog steeds hetzelfde. Je komt niet in aanmerking voor een sociale woning. Daar mag nog een paar jaar voor wachten. En particulier heb ik op zijn minst 5.000 aan inkomen nodig. Ja. Willen jullie niks meer missen? Abonneer dan nu op ons kanaal. Vergeet niet een reactie achter te laten en natuurlijk deze video te liken.